Ik ben een dagbesteding gestart voor senioren burgers. Het is speciaal voor de senioren burger. Wat we merken binnen de gemeenschap is dat senioren burgers gewoon, bijvoorbeeld wanneer ze gepensioneerd zijn, ze eigenlijk niks anders te doen hebben. Ze kunnen nergens meer werken en dat ze verouderen, ze vereenzamen. Dus bij ons is het een dagbesteding. We zijn open van 7 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. En je bent er gewoon terecht om een productieve dag te hebben. Dus ik ga gewoon je dag vullen. Vertelt u waarmee vullen, hoe productief, wat zijn de activiteiten? Het verschilt allemaal per dag. Stel maar, vandaag hebben we op het programma tuinieren. Dan gaan we lekker de tuin in. De biggies maar loopt dus aan dat die, laten ze maar iets gaan planten. Ook al moet ik ze potjes geven van plant gewoon wat je zelf wil. We kunnen een taartje bakken. Je hebt van die dametjes die nog steeds heel goed in de keuken zijn. En ze kunnen hun kennis aan mij overdragen. Daarnaast ga ik kijken hoe scherp is een cliënt nog. We gaan alles trainen. We hebben spelletjes, we hebben bingo, we hebben puzzel. We hebben zeg maar alles om de cliënt bezig te houden gedurende de dag. Maar ik heb ook een bepaalde doelgroep waar ik me op richt. Dat zijn de dementerenden. Dementie binnen Suriname wordt eigenlijk bijna nooit besproken. Sterker nog, toen ik opgroeide in Suriname, ik vertrok op 21-jarige leeftijd. Ik wist niet eens wat het woord dementie was. En mensen vertalen dementie heel vaak als iemand die gek wordt. Want zo kunnen ze zich ook gedragen. Het lijkt erop. Maar als je niet snapt wat dementie is, dan weet je ook niet hoe je ermee om moet gaan. Ik heb, zeg maar, vanuit mijn werkervaring, heb ik alleen met dementerende ouderen gewerkt. En ik weet precies, en ik herken ook dementie. Ik weet precies dat elke dementerende op een heel andere manier dementeert. Want de andere wordt bijvoorbeeld agressief. De andere is emotioneel, de andere trekt zich terug. De ene besmeurt de muren met ontlasting en de andere slaat je helemaal kapot. Dus er zijn verschillende manieren van dementie en als jij niet weet wat er met jou, senioren burger, je moeder, je vader of wat dan ook, op dat moment aan de hand is, dan kan het ook zijn dat je de verkeerde zorg aanbiedt, dat er iemand komt, drukt een spuit erin en terwijl dat het niet is. Waar staat iCare for You precies? iCare for You staat aan de Samburastraat nummer 7, de Hannaslus. En dan is het niet het nieuwe Hannaslus project wat er gebouwd is, maar dan oud Hannaslus project ontstaan vanuit de jaren 80. Waarom heeft u ervoor gekozen om eigenlijk in een volksbuurt zo een dagverblijf voor seniorenburgers op te richten? Ik heb daar verschillende redenen voor. Op de eerste plaats... ik ben geboren en getogen in Suriname tot mijn 21ste. Dus ik heb al die jaren, dus mijn jongere jaren, heb ik in een volksbuurt zeg maar, doorgebracht. Een volksbuurt wordt gelabeld. Toen we opgroeiden wisten we, komt iemand van Hannaslus, bam, een stempel erop, was meteen negatief. Komt iemand van Flora, bam, werd er een stempel erop gezet. Ik heb zoiets van mijn herinneringen van mijn volksbuurt. Die zijn prachtig. Mooiste jaren van mijn jeugd doorgemaakt. Dus heb ik besloten, een bewuste keus van. Als ik niet wil meedoen aan die massa om een buurt te labelen, ga ik gewoon precies terug waar ik vandaan kom. En vandaar dat ik heb besloten van, ik ga gewoon rustig naar Hannaslus. En ik zorg ervoor dat Hannaslus op de kaart komt met een hele mooie goede organisatie waar die label weg is. En ik ben ook nog van mening van, zorg heeft niks met de omgeving te maken. Zorg heeft te maken met de kwaliteit die jij als mens biedt. En de liefde, de aandacht, de toewijding en alles wat je erin stopt. Het maakt niet uit waar je zit. Je hoeft niet in een bepaalde buurt te zitten. Je moet ervoor zorgen dat je kwaliteit levert. En mijn belangrijkste missie is, we gaan die label eraf halen en we gaan ervoor zorgen dat Hannaslus op de kaart komt. Als iemand zijn bigisma daar wil brengen, hoeveel gaat die moeten neertellen? Meneer, dat is een vraag die we niet op deze manier beantwoorden. Waarom niet? I'm a businesswoman. We don't talk about these things. Ik heb een intakeformulier. Het moment dat iemand contact met mij opneemt, dan stuur ik een intakeformulier bestaande uit 4 pagina's.
Ik wil de situatie en een totaalbeeld van de cliënt hebben. Ik wil precies weten wat de zorgvraag is, achtergrond, waar ik rekening moet houden, diabetes. Wie is de persoon? En aan de hand daarvan kan ik iemand uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. En aan de hand van de zorgvraag wordt er een tarief aangekoppeld. Dus helaas, ik kan uw vraag niet op een andere manier beantwoorden. En misschien dat u even kunt vertellen uw affiniteit met de zorg. U heeft in de zorg gewerkt daar in Nederland? Ja, dat klopt. Maar dat heb ik niet mijn hele leven gedaan. Ik ben een laatbloeier. Ik ben simpel het voorbeeld van, je kan op latere leeftijd jezelf ook ontwikkelen. Ik heb allerlei banen gehad, ook andere bedrijven, beauty salon, bla bla bla. Maar op een gegeven moment kreeg mijn vader in bijzijn 2 keer een hersenbloeding. Nou, dan moest ik het met hem doen. Mijn vader was op dat moment niet meer mijn vader. Hij was mijn baby, hij was mijn project. Hij was het doel waarvoor ik leefde. Ik moest ervoor zorgen, koste wat kost, dat hij revalideerde en zo goed mogelijk herstelde. En daar kreeg ik die passie. Op een gegeven moment stierf hij na de 2e hersenbloeding. En dat gaf mij zo een inspiratie van hoe goed heb ik mij gevoeld om voor hem te kunnen zorgen en hem precies die aandacht en die liefde te geven die hij nodig had. Los daarvan heb ik nog een speciale reden. Mijn man heeft een spierziekte. Dat wil zeggen, hij valt heel langzaam uit. Je trouwt met een hele gezonde man, maar door de jaren heen weet je niet wat er gaat gebeuren. Dus hebben we samen besloten van, hoe ga ik het beste voor jou zorgen, wanneer jij niet meer voor jezelf kan zorgen. Dus zo ben ik de zorgwereld ingerold. Ik ben de opleiding gaan doen. En ik ben als zelfstandige in Nederland begonnen. En op een gegeven moment dacht ik, nee man, dit is wat ik kan. Ik ga terug naar Suriname. Ik ga niet naar Suriname wanneer ik met een stoploop of in een rolstoel zit. Nee, ik ben nu nog fresh. Ik kan het nog overdragen, ik kan het nog doen. Dus dat is de reden waarom ik het bedrijf naar Suriname heb meegenomen. Met alle benodigdheden en middelen en passie en die lobby. Want dat is wat ze nodig hebben. Biggie Small Lobby, a lobby fieri. Dus dit is wat ze krijgen. Ze krijgen het vanaf ochtends wanneer ze voor de poort staan. En ze gaan lachend naar huis. En wat mensen waar kinderen, man, vrouw voor moet oppassen. Is dat eigenlijk jouw Biggie Small niet meer naar huis wil. Wanneer ze naar zo'n dagbesteding. Want zo gezellig is het.